Ik ben Hendrik en ik baat in Turnhout een opfoklegennenbedrijf uit. Dat houdt in dat de kuikens van 1 dag tot 17 weken bij mij blijven en dan gaan ze naar een legbedrijf. Pluimvee, dat heeft me van kleinste van eigenlijk altijd geboeid eigenlijk. Dan was ik misschien 8, 9 jaar en toen heb ik van de buren 3 hennetjes en een haantje gekregen van die krielkippen. En ja, als je dat laat doen, ja, dan wordt dat direct een heel grote familie. Dat microop van de boeren, dat bleef toch mij altijd achterna lopen, zal ik maar zeggen. Dat was een missie eigenlijk voor mij, van, ja, dat ik toch iets in de landbouw wilde betekenen. Je krijgt dan kleine kuikens binnen, dat zijn eendagskuikens. Dat zijn, ja, allemaal babytjes eigenlijk, of ze moeten ze toch behandelen. Hè? En met veel liefde en vriendschap, allee, je moet er voor zijn. Deze kuikens zijn gisteren geboren. Normaal gezien blijven die 17 weken bij mij. Op 17 weken zijn dat bijna legrijpe jonge hennen. Ik leer die het springen en het vliegen allemaal aan en dat ze tijdens de legperiode bij de leghennenhouwer de eieren netjes in de legnesten deponeren. Ik zeg altijd, als je scheef begint, kun je moeilijk recht eindigen. Wij zijn zo belangrijk in je schakel dat die kippen, dat die gezond zijn, dat die voorbereid zijn op het vrouwelijk werken. Dat is mijn job. We doen dat heel graag, want dat is altijd een gezonde uitdaging, zal ik maar zeggen. Je bent met dieren bezig. Het is niet als in de wiskunde dat 1 en 1 altijd 2 is. Dat is de motivatie ervan, van het elke keer heel goed te doen. Hè? Ja, het is nog goed. Dat is een legstal. Dat zijn de kippen die ik produceer, zo gezegd. En die man die legt uit waar het legnest is en zo. En die kippen die zijn aan het leggen, die zijn in de legproductie. Maar ik ben de stap daarvoor, ik bereid die kippen voor naar dit soort bedrijf te gaan. Daar zijn ze ook al gewend aan het systeem zoals we dat hier hebben. Dus daar leren ze al vliegen en dat ze s'nachts netjes op zitstok gaan slapen. Hoor het? Als ze 17 weken zijn, komen ze met grote vlucht naar hier naartoe. Worden ze hier in de stal gewoon. Ja, dat is een schouwerklopje. Een fictief schouwerklopje dat je dat krijgt. En ja, het is altijd leuk dat de mensen tevreden over je zijn. Alle doen het voor hen. Dit zijn nu hennen die niet behandeld geweest zijn aan de snavel. Dat is tegenwoordig van Europa is dat opgelegd dat de hennen niet meer behandeld mogen worden. Vroeger werd de snavel op jonge leeftijd een stuk afgebrand met een mes, met een gloeiend mes. Dat is nu verboden. Dat is een nieuwe dimensie van opfokken, hè? Omdat een kip een piekgraag dier is. Het is wel wat zoeken geweest, maar als je ziet... Heel veel pluimen hebben op het scharrelbed. Allee, dat wil toch zeggen, als de kippen iets te kort hebben, dan gaan ze pluimen eten en uit verveling. En dat zijn het resultaat ervan. Kom, mannetjes, kom. 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 Ja, in 1997 hebben wij dat slachtkuikenbedrijf hier overgenomen. Maar ja, we waren 2 jaar bezig, dan is de dioxine losgebarsten. Daar hebben we wel geluk in gehad dat wij zelf niet besmet geweest zijn of geruimd geweest zijn. Maar dat vertrouwen van de consument was heel hard geschaad. En ja, die prijzen die kelderden week naar week. En ja, je zit daar met een grote investering pas aangegaan. Je bent nog maar juist bezig. Dan komt in 2003 de vogelgriep er bovenop.
Dan moet je werken en stressen. En nog maar eens werken en stressen. En, ja. Lieske! Kom! Kom. Kom. Ik ben eigenlijk ook alle dagen op vakantie. Hè? Allee, dat droom ik nog wel van zo. Van is een reis naar Australië of Nieuw-Zeeland te maken. Of een safari. Ondanks de volle griep die ook zijn, hebben wij dat bedrijf dan toch heel snel kunnen renoveren en bijsturen. En ik heb dan een emissiearm stalsysteem gebouwd dat op de BTT-lijst staat. Dat wil zeggen best beschikbare technieken. Ook naar stikstofuitstoot en ook fijnstof en zo. Ik heb ook zonnepanelen liggen. Ik denk dat ik daarmee aan het CO2-verhaal meer als mijn steentje aan bijdraag, denk ik. En we hebben dat bedrijf altijd beschouwd als ons pensioensparen. Dat bedrijf up-to-date was voor na ons. En dan krijg je daar in 2014 de pasbrief van de overheid. Progressief aanpak stikstof. Dat mijn bedrijf te veel uitstoot doet, dat het tekort bij natuurgebied staat. Dat je nog je vergunning mag uitdienen en dat het dan stopt. Ja, hier is de brief dan, de beruchte brief, die dan op die beruchte dag binnenviel. Dat is wel heel hard slikken. Dat kan ik u wel zeggen. Dan valt de hemel op uw hoofd. Ja. Maar ja, je kunt naar 1700 bellen, gratis nummer, Vlaamse overheid. Ja. Heb ik door iemand gesproken, maar... Ik heb geen keuze. Die kredieten zijn, daarop berekend op die productie. Ik heb die dieren nodig. Ik moet die dieren blijven produceren. Die investeringen zijn allemaal gebeurd. Ja. De overheid zou eigenlijk eens vlieg moeten kunnen spelen en eens bij de mensen op de tafel kunnen gaan zitten. Dan zouden ze wel eens oogjes open trekken. Maar komt de landbouw vandaag in Vlaanderen helemaal weg, wordt dat stikstofprobleem niet opgelost. Landbouw zal ook wel zijn minpunten hebben voor bepaalde natuur. Maar ik denk dat landbouw ook heel veel kansen geeft aan natuur. Als ik zie welke dieren die hier huisvest dan, zoals een grote populatie zwaluwen, een zeldzame vlinder, vleermuizen, dan denk ik dat ik wel ook kansen bied aan de natuur en aan het milieu. Terwijl dat zij beweren dat het mijn bedrijf hier overbodig is. Landbouw is toch helemaal natuur, zou ik toch denken. Ik heb nog tot 29 te gaan. En het kan zijn dat de wet tot tegen misschien helemaal veranderd is. Gehoopt die Frans, hè? Dat de een of andere professor of wetenschapper of dat Europa zelf zegt, ja, we worden verkeerd in, ja. Ik probeer niet te ver te plannen, want dat gaat gewoon echt niet. En hetgeen dat ik doe, probeer ik zoveel mogelijk mijn plezier uit te halen. En we zien wel wat de toekomst brengt. Ja, je weet wat, je moet eens van dat bedrijf weg kunnen gaan, dat je dan je gedachten kunt verzetten. Hè. Dansen. Doe jij september? Als mijn knie mee wilt wel, ja. Ja. En jullie? En ja, ga ik met de gevorderde, hè, want je kunt toch al iets van dansen? Ja? Ja, dat ik weet dat ze doen. Ja, je kunt er toch wel iets van. Ja. Je kunt met de beginners beginnen. Je weet nooit dat er een schoon mesje komt waar je mee kunt gaan dansen. En die hij dan inpikt. Ja. Ja, die school, hè. Weet je wat ik eigenlijk heel veel aan besteed, van verwachten eigenlijk? Dansen is zowel fysiek als mentaal. Ja. Allee, concentratie. Ja. He, je moet, ja. He, als een danser een figuur voor doet, je moet het toch maar opnemen. En daar had ik ook terug mijn brein, terug een beetje... Ja, maar dat heb ik ook.
moest ik terug beginnen, dan zou ik opnieuw die stap zetten. Het boeren is mijn leven en dat zal ook mijn leven blijven. Maar het is wel heel zwaar om te slikken dat ze dan hun droom wel zo doorkruisen eigenlijk. Ja.